zie je die diverse stapelreks, wat gaascontainers, zowel in gelakt als verzinkt. Die zijn we hier nu met de hand aan het sorteren. Nou, we staan hier op ons buitenterrein. Hier komen al onze gebruikte goederen binnen. Achter mij zie je al een mooie scala aan producten die zijn net binnengekomen. Die gaan we nu met de hand sorteren, zodat wij er zeker van zijn dat de kwaliteit van de producten inderdaad geborgd blijft. Een van de onderdelen daarvan is dat wij ook eventueel kleine reparaties uitvoeren. Zodat als een klant iets koopt, dat ze er ook zeker van zijn dat het product kan worden gebruikt in hun processen. Dat is tevens een onderdeel van de opkoop die wij doen. We leggen eerst contact met de klant en zorgen ervoor dat wij bij hem op locatie gaan kijken. Zodat wij er zeker van zijn dat we al een kwalitatief goed product kopen. Nou, het voordeel van het gebruik maken van gebruikte producten is dat je direct bijdraagt aan de circulaire economie. De gebruikte producten doen niet onder aan de nieuwe producten. Ze hebben dezelfde producteigenschappen, maar zijn al een keer ingezet geweest. Daarbij zijn de gebruikte producten direct beschikbaar. Dus kunnen we ze binnen 24 uur leveren. En dus kun je ze optimaal gebruiken voor je proces. Daarbij zijn ze ook nog eens gunstiger in de aanschaf ten opzichte van een nieuw product.